touw, toch? Dat je het hier gekkenhuis is met handdoeken leggen voor je bij. Papa Glenn. Een dagje, ik pak hem snel. Kijk, en dit is gewoon Liano's vakantie. Heerlijk aan het vlees. Ja, Liano's en doe kan het ook anders aan. En we willen dus wat heen. Nou, wij zijn uit de taxi gestapt en we zijn nou aan de haal. Oh, kijk eens, lekker eten, kindje. Goedemorgen allemaal en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is een nieuwe dag op vakantie en wij hebben al heerlijk ontbeten. We hebben echt een keer rustig kunnen ontbijten. De kindjes hebben weer iets beter gegeten. Liano heeft 2,5 ei op, wat fruit, appel, wat meloen. Dus dat lijkt weer een beetje de betere kant op te gaan. Hij heeft ook wat beter geslapen. Clanny was wel wat vroeg wakker, 5:30 hè. En Milena die is hier, kijk, oh, show me your outfit, Milena. Kijk even wat een mooi badpakje jij hebt. En ze heeft nou oordopjes in, omdat zij dus altijd vrij snel oorontsteking heeft. Maar die vergaat we de afgelopen 2 dagen, nu dacht ze er zelf aan. Hij moet hier iets lossen, anders trek je hem snel uit. Dus hopelijk helpt dat met de duikbril. Liano wil de ballen meenemen, de kindjes zijn ingesmeerd. Dus we zijn er eigenlijk klaar voor, de kamer is alweer heerlijk opgeruimd. Ik heb, kijk voorin, ik heb volgens mij 30 euro of zo bij. Want eigenlijk hoef je dus eigenlijk niks te betalen. Ja, om jouw arm, boven om je arm, Snoopy. Je hoeft eigenlijk niks te betalen hier, want het is all in. Maar de ijs is pas vanaf 2 uur open. Aangezien onze kinderen bijna alleen maar ijs willen eten. Tenminste, Liana, omdat die pijn aan de mond had, hebben we daar geld voor nodig. En voor chipjes en zo ook. Dus ja, dat kopen we gewoon lekker bij het zwembad. Alweer, hè? Glenn, die moet de hele dag door naar de wc. Daar ben ik helemaal gek van. Maar goed, hij gaat naar de wc. Wij gaan onze spullen pakken. En dan gaan we weer heerlijk naar het zwembad. Het is vandaag weer een warme dag, rond de 36 graden. Maar daar klagen we niet over. Dat is alleen maar heerlijk natuurlijk. Dus ja, spullen pakken en let's go to the swimming pool. De kinderen gaan dus gelijk heerlijk in het water. En wat dus wel fijn is, wat heb jij geregeld? Want daar hebben we al verteld, toch? Dat je het hier gekkenhuis is met handdoeken leggen voor je bedjes. Dan moet je echt om 5:30 zo doen. De eerste dag heb je het zelf gedaan. Maar nu kregen we van andere Hollanders te horen die hier al 10 jaar komen. Oh goed, ze zit al in het water. Je hebt de bandjes nog niet om, hè? Dus let op. Gisteren had hij dus ook bijna alle kleine kinderen hier, nog jonger als hem, gaan hier in dit badje zonder bandjes. Maar ja, wij vinden dat gewoon eng. Weet je, als hij eventjes valt in het water, gaat hij gelijk op je onder, hè? Zullen we bandjes omdoen, Liano? Nou, nu kan het nog wel, want het is nu rustig. Nu houden we je goed in de gaten, hè? Maar bandjes wel om? Ja. Beter, hè? Kom maar, schatje. Maar wat heb jij dus geregeld? Hij heeft iemand geven. En daardoor leg je elke handdoek neer. Elke ochtend. Alleen weet je dus niet welke bedjes nou precies voor ons zijn. Want wij denken dat nu deze 3 dus voor ons zijn. Maar goed, deze 3 waren vrij. Dus wij dachten, ja, pak die voor de zekerheid maar. Want hij legt zijn eigen handdoeken er neer. En dan komt hij die straks, laat maar zeggen, ophalen. En gisteren had hij dus blijkbaar 5 bedjes voor ons gedaan. Dus ja, als hij dat nou weer heeft gedaan, dan zijn die 5 eigenlijk voor ons. Maar dan kan, acht? Ja, dan hebben we er nou 8. Maar mogen kopen. Maar dan kan hij komt dadelijk toch die handdoeken ophalen. Dus dan komen die bedjes wel weer vrij voor andere mensen. Dus ja, even bandjes omdoen en lekker zwemmen, jongen. Ja, de badje is nu echt nog koud, want die staat nu nog in de schaduw. Maar eind van de dag vind ik het lekkerste om te zwemmen. Dan is het hier heerlijk. Milena had nou dus een duikbril op. Heb je een nieuwe duikbril? Ja. Heb je ook een duikbril? Nee. Nou kan je helemaal goed onder water duiken, hè? Nee? Nou kan je helemaal goed onder water duiken. Door die oortjes in hoort ze ons nu wel slechter, hè? Die oren. Ja, door die oren. Door die duikbril. Oh, oh. Thank you.
Irena, leuk? Even lekker een diepe bad. Dus die aan ook lekker. Kan die lekker drijven. Ik ben heerlijk op het bankje liggen. Loop ik heel even naar Glenn en Liano. Want die doen mee met een spelletje. Hier. Hier staan ze. Oh, heet hem. De donut. Heb je hem gepakt? Ja, heb je hem snel gepakt? Zat iemand anders erin? En dacht je, ik pak hem snel terug. Wat wil jij? Hè? Wat wil je naar papa? Je mag hier naartoe lopen. Hij staat hier bij darten. Mag je wel gaan kijken? Ben je shippie? Kijk, en dit is gewoon Liano's vakantie. Heerlijk aan het filmpje kijken en chippies eten. Dat heeft hij nog de hele tijd niet gedaan. Ja, wat wil jij? Rollen? Draaien? Ja, één moment. Mama, heel even een slokje drinken. Maar dit heeft hij de hele vakantie nog niet gedaan. Ik ben al lang blij omdat het een beetje zout dat hij binnenkrijgt. Het gaat de langzaam kant echt wel beter. Dus dat is fijn. Lekker laten. En lekker kopen. Toen was het alweer lunchtijd. En ik ga lekker voor een tomatensoepje met een stokbroodje, een stukje vlees. Ja, Liano zegt, hoe kan het ook anders aan een ijsko. Hij viel net bij het zwembad bijna in slaap. Dus hierna gaan we lekker... Oh, doet hij het niet? Mama, opa? Hierna gaan we dus lekker even een dutje doen. Dit is vlees met soep. Wil je ook iets? Alleen vlees. Ja? Oké. Vanuit de lunch zijn Glenn en de kinderen even op bed gaan liggen voor een middagdutje. Ik lag net ook even bij, maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo moe. Want Glenn en ik hebben de nacht afgewisseld. Gisternacht ben ik wat meer wakker geweest met Liano. En nu is hij vannacht met de kinderen op één kamer gelegen. En heeft hij Liano af en toe even een beetje, ja, niet echt getroost, maar gezegd van hè, papa is er. Want dan is hij best onrustig. En vanmorgen vroeg ik me daar opgestaan terwijl ik nog even lekker kon liggen tot 7 uur. Dus ja, zo wisselen we dat een beetje om. Wat is nou de planning voor de rest van de dag? We willen, als dadelijk iedereen wakker is, gaan we weer even zwemmen. En dan gaan we even nog iets eten in het snackrestaurant. Dus niet in het echte restaurant hier beneden, want die gaat pas vanaf 6:30 open. Maar gewoon even iets makkelijks eten, omkleden. En dan willen we met het busje naar de Big Bazaar gaan. Dat moet echt een hele grote winkelstraat. Gelegenheid zijn. Dus daar willen we nog even lekker gaan winkelen. En dan als we terugkomen of we eten daar nog iets of misschien hier nog iets als we nog honger hebben. Misschien hebben we wel nog honger. Maar goed, ik zit nou even op het balkon terwijl iedereen dus hier lekker ligt. Want ik dacht er moet nog één vlog eigenlijk online komen als wij hier zijn. Ik wou de 3 klaar hebben staan, maar omdat ik ziek werd, Liano ziek werd, heb ik er thuis toch geen tijd meer voor gehad. Dus het editen is op zich niet zo'n probleem. Daar heb ik nu ook de tijd voor. Dat vind ik heel fijn om te doen als toch iedereen slaapt. Alleen het downloaden. Ik weet niet of het gaat lukken. Dus als het niet gelukt is, als er op één dag geen vlog online is gekomen, dan weten jullie de reden. Dan is het niet gelukt met het internet hier in het hotel. Want het internet is, ja, de ene keer wel goed en de andere keer niet. Dus ja, ik weet niet hoe dat eigenlijk gaat met hem dan downloaden en hem op YouTube zetten. Maar goed, ik ga gewoon mijn best doen en ik ga het even proberen. Nou jongens, het is 4 uur en we gaan de kinderen wakker maken. Milena ligt echt heel hard te snurken. Maar ze liggen echt vanaf 12:30 of zo te slapen. En we willen dus op tijd iets eten en dan naar de winkeltjes. Kijk hier die andere liggen. Het is wel fijn dat ze even goed geslapen hebben. Dan kunnen ze het vanavond hopelijk lang volhouden met winkelen. Maar ja, de snackbar is maar tot 5 uur open. En het is nu 4:15. Gaan we eten? Gaan we eten, meisje? Hm? Deze pyjama. Kijk wat een mooie pyjama ze weer heeft, papa. Ja. Zo zielig. Ze zijn zo moe hoor, door die warmte. En door het vroeg wakker zijn. Als ze nou ook iets
langer zouden slapen. Hoe zijn we gehoord? Hij wakker geworden. Zij wordt altijd dan een lach wakker of wordt ze wakker gemaakt. Hij is onze kreunbeer. Wat je wakker, jongen? Gaan we iets eten en iets drinken? Gaan we eten? Gaan we een ijsje eten? Gaan we ijsje halen, Liano? Hij is zelfs niet voor ijswakken te maken, pap. Wil je ijsje? Aapij? Dus hij gaat hier ook gewoon verder slapen, hoor. Wil je een aapij ijsje? Zullen we een ijsje halen? Wil je ook ijsje? Ja. Je armen worden al goed bruin, meid. Wie wil een ijsje? Nou, wij gaan de kinderen even goed wakker maken. Wakker worden. Neem gewoon het bedje zo mee in het restaurant. Ja. Lily. Nou, we zitten dus even lekker wat te eten. Het is nu 4:30. Liano wou een appelsap, maar die hadden ze bij deze bar niet. Dus nou hebben ze een kindercocktail gemaakt. Zonder alcohol natuurlijk, hè jongens. Maar dat snap je zelf ook wel. Koppie. Niet lekker? Wel lekker. Nee? Dadelijk maar appelsap voor jou halen dan. Een beetje uitzag. Buik. Ja, zie je. Van buik een beetje uitzag. Beetje rood. Maar goed, even iets eten. Hey, en dan omkleden. En dan dus even naar het centrum. Ik ben benieuwd naar de Big Bazaar. Nou, wij zijn uit de taxi gestapt en we zijn nu aan de haven. Kijk even hoe mooi, jongens. Wat een uitzicht. Echt prachtig. We gaan nou daar naartoe, daar heb je de bazaar. Kijk uit, Miano fietsers. Maar kijk even het uitzicht met die boten. Allemaal soort piratenboten. Prachtig. Echt. Mooi, hè? Nou, dan gaan we nu hier. Dus we moeten hier bij die boten moeten we eigenlijk kijken of we hier straks weer een taxi kunnen pakken. Maar dat vinden we vanzelf wel. Ik denk dat hier er wel genoeg rijden. Kijk, dit vind ik dus ook gewoon leuk van vakantie, hè? Gewoon. Mama, het is Grand Bazaar. Ik ben benieuwd. Oh, hier zijn ook allemaal taxis. Kijk, hier is het taxipunt. Dus dat is mooi. Nou, we hebben 2 tassen vol. En we zitten nu even bij de McDonald's. Even iets. Milena niet doen, Liana ook niet. Even iets anders dan in het hotel. Willen de kinderen ook graag. Maar ja, de vraag is wel of ze het eten natuurlijk. Zijn is nou ook binnen. En dan pakken we zo weer de taxi richting het hotel. Nee, je wordt echt wel bruin. Je wordt echt wel bruin. Liana, wel blijven zitten, hè, tot papa er is. Even wachten op de stoel, anders moet je in de wagen. Oké? Wauw. Oh, kijk eens. Lekker eten, kindjes. Nee, samen. Samen. Oh, ja. Samen. Oh, ja. Je krijgt hier gewoon plastic rietjes. Heerlijk. Ja. Kijk, ja, ik help je, jongen. Toen waren we alweer op de kamers. We hebben nog even heerlijk op het terras gezeten. Even nog gespeeld in de speeltuin. En de kindjes hebben de pyjama aan. Ik heb hier de tutti gepakt. Glenn is nog heel even met Milena terug naar het restaurant lopen. Even nog een drankje halen voor ons. Dan is het 11:00 en dan gaan de kinderen eigenlijk lekker slapen. Ja, nu moet nog heel even een filmpje kijken voordat hij naar bed gaat. Ik moet zeggen dat hij vandaag echt wel iets meer gegeten en gedronken heeft. Dus ik hoop dat we de betere kant op gaan. We zijn wel bij de dokter geweest. Ik weet niet of jullie me goed verstaan als hij die tablet kijkt. Maar we zijn wel bij de dokter even geweest, want de kinderen zitten allebei heel erg aan de oren. Ze geven nog niet echt pijn aan, maar Liana zit echt de hele tijd zo te doen. En aangezien onze kinderen... Oh, ben ik wazig? Nu minder. Aangezien onze kinderen bijna altijd allebei wel oorontstekingen hebben nadat ze zwemmen, op vakantie zijn, Center Parks, Italië, altijd, hebben we uit voorzorg maar alvast oordruppels gehaald en hebben ze het allebei al een keer gedruppeld. Dan moet 3 keer per dag een druppeltje, dus dat doen we wel. We zijn nu bij de verpleegkundige geweest en ze zei, ja, wil je dat ik de dokter oproep, dat kost je... gelijk al €50, want misschien moeten ze antibiotica kijken. Dus ik zei, nou weet je, laten we maar even afwachten. Laat eerst, want ze geven nog niet echt pijn aan. Ze zitten alleen veel aan de oren.
Ik zei, laten we eerst maar gewoon even met druppeltjes kijken. En als ze echt pijn krijgen en echt koorts ervan krijgen, kunnen we altijd de dokter nog inschakelen. Maar ik hoop nu gewoon een beetje het ergste voor te zijn door te beginnen met druppelen. Dus ja, om nou gelijk €50 neer te leggen vind ik een beetje overdreven. Maar volgens mij hebben ze ook nog nooit antibiotica gekregen voor oorontsteking. Volgens mij krijgen ze echt altijd alleen oordruppels, dacht ik. Maar goed, ik doe de lampjes vast lekker uit terwijl hij hier dus ligt. Ik kan Milena dus nog even bijleggen. Het is nu dus wel al bijna 11 uur, maar ja, we hebben vanmiddag al super lang geslapen, zoals jullie hebben gezien. We hebben hem ook echt wakker moeten maken. Maar ja, wij hopen ook ergens als ze iets later naar bed gaan, dat ze ook iets later wakker worden. Want ja, 6:30 is gewoon echt wel heel vroeg voor op vakantie. Maar dat haal je niet tegen als ze zo gewoon eerder... Ja, Liano wordt gewoon zijn tijd wakker. Ook al gaat hij later naar bed, je snapt het niet. Maar daardoor is hij dus 's middags rond 11:00 of 12:00 wel helemaal toto. Vanmiddag wil hij ook echt bijna bij het zwembad al in slaap. Maar goed, wij gaan nog heel eventjes televisie kijken. En dan gaan wij ook zo slapen als Glenn terug is. Dus ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie heel graag weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!